Hele goedemorgen. Ik heb er weer super veel zin in. We hebben vandaag een dikke rit. Maar we moeten met bepaalde dingen wel rekening houden. Zoals iedereen weet, het is coronavirus. Dus ik heb al voorzorgsmaatregelen genomen. Maar de klanten ook. Niet overal mogen we filmen. Dus daar houden we rekening mee. Dus vandaag ook wat minder handjes schudden. We staan hier al voor het dok. We gaan naar binnen. 7 pelletjes, 2 adressen. Zien jullie binnen. Nou, we hebben 2 verschillende klanten. Eentje is Enrico, dat is dit. Dat komt vanuit het buitenland. Dat zijn paprika's en pepers en al van die speciale dingen. Daar hebben we er 3 van en daar hebben we nog 4 van over, Joren. Voor hier zit het weer op. Ik zal meteen even uitleggen voor de hele scherpe kijkers onder ons. Dat had het misschien al gezien. Maar vandaag heb ik de 334. Dat is een aanhangwagen van een collega. Die rijdt vandaag LS2. Mijn aanhangwagen staat voor onderhoud. Dus dan hebben we even geruild. Rijdt hij LS2, heb ik een andere aanhangwagen. Is mijn aanhangwagen voor onderhoud. En zo rijdt alles even goed. We zijn hier klaar. Ik heb de balk erover achter. Hij is aan het controleren. Dan gaan we het papier even halen. En dan gaan we verder. Alle pallets zijn goed gecontroleerd. Stickers zitten allemaal op die pallets. Dus nu alleen nog even tekenen en klaar. We zijn op het volgende adres in Veghel. Omdat we een bloktijd hadden van 6:15 tot 6:45. We waren er om 6:15, netjes op tijd, zijn we hier iets te vroeg. Want we waren hier nu om 6:15 en we moeten hier om 8:00 lossen. Of ze hebben een lostijd van 8:00. Maar daarom hebben we even de tijd om wat te laten zien. Ik ben er echt hartstikke blij mee. Komt-ie. Daar zijn ze dan eindelijk. De Red Brick schitterend schoen. Ja, echt onwijs blij mee. We hebben ze uitvoerig getest. Ik heb er echt 10 maanden zowat opgelopen. Door ze te testen, van de hiel tot de zool, tot alles erop en eraan is getest. Krasbestendig, super, super kwaliteit qua leer. Het is S3, dat is ook heel belangrijk. Veel de vraag gekregen, S3. Dus ja, overal mag je ze dragen, hoge schoen. Ik ben er zo blij mee, ik ga ze gelijk aantrekken. Als je ze ook wil bestellen, link hieronder. Wij gaan naar binnen om te lossen, dan kan ik ze eindelijk gebruiken. Vier plastic pallets met emmers. Hopen dat ze er al zijn, dat we kunnen lossen, dat het ontvangst er is. Gaan we verder. Nou, het is even voor 8. We mogen al lossen gelukkig. Maar hier wordt ook rekening gehouden met coronavirus. Dus normaal gesproken rij ik gewoon alles naar binnen. Wordt gecontroleerd en neem ik de retourpallets weer mee. Maar nu mag ik het maar tot aan de deur zetten en dan wordt het weer weggepakt door iemand van het zelf. Kijk, het is wel grappig om te zien. Kan je wel even kijken. Kijk, als je dus zo rijdt, dan kan hij natuurlijk die kant op. Maar dan verandert die pijl. En als je hem die kant op, dan gaat hij... Dan ga je de andere kant op. Maar je ziet dus die pijl welke richting opgaat. Maar dan heb je natuurlijk een voor- en achteruit. Of je gaat schuin die kant op, of je gaat schuin die andere kant op. Dat is wel een grappig gezicht, want als je gewoon helemaal doordraait en je gaat één kant gas geven, gaat hij gewoon op een gegeven moment de andere kant erop. Ja. Perfect, bedankt voor het lossen. Ja. Hey, houdoe! Ja, dan gaat het hier in Brabant, hè. Houdoe! Nou, dan moeten we even kijken hoe we wegkomen. Er gaat wat in zo'n coronavirus hoor. Goeiedag Marie.
Ondertussen binnen in Helmond. We gaan de deur even opengooien. Daar staan onze retouren staan er al klaar. We hebben 3 fussies retour. Volle zal het niet goed zijn. Krijgen we dan weer mee retour. Een flinke pallet voor hier. Op 3 lagen. Deze 2 moeten we meenemen. Maar die 3 zijn retour. Maar dat zijn 3 volle fusten. Nou heb ik ze al even hier aan de zijkant gezet. Die lege fusten. Want als ik die hier 3 volle zet en ik pak hem op met die pompwagen, dan doet die pallet meteen dit. Dus die volle die zet ik netjes even in het midden op een rijtje. Alles is een training, hè. Kijk, daar ging hij bijna. Omdat al die fusten er los op staan. En die kratten trouwens ook. En die kratten vooral, die zijn vol, er zit glas in. Die zijn niet allemaal van dezelfde grootte. En dat staat allemaal in één rij gestapeld. Dus dat gaan we allemaal wiebelen en doen. En dan die aanhangwagen staat vol met retouren. Dus dan wikkel ik ze even bij elkaar. Balk erachter. Top. Klepje eruit, papiertjes even halen. De 3 P's, hè. Papier, pallet, pompwagen. Nou, we zijn aangekomen in Liesel. Dan moeten we 2 pelletjes lossen. Ik heb hem geschaard. Trekken we ze heel even naar achter. Dat is 1. Ik had hem even met de klep kunnen lossen, net zo makkelijk. Maar nu hoef ik hem niet af te koppelen. Schuiven we ze naar achter. Pakken we ze er vanaf en klaar. Zo, uiteraard weer even netjes oprollen. Dan het bandje precies mooi op de vloer liggen. Dat weer netjes. Geen retouren mee. Dus dat is ook handig. Combi heb ik alweer afgesloten. Deuren dicht. Alles wordt nu geteld. Als het geteld is, dan gaan we naar Ospel. Dat is hem. Alvast even uit de kist, omdat het grind is hier nog, hoppa, even sneeuwschuiver, hop. Het grind is hier nog redelijk hard, dan kan ik er overheen rijden. Daarvoor is super mul. Kijk, nu laat ik de pompwagen zo staan. Ga ik de cameraman ook instructies geven, die kan dan zijn hand straks opsteken. Ik rij met die klep precies over het randje. En dan moet jij stop zeggen. Akkoord. Nou, dit is een bedrijf dat lijkt in een soort van woonhuis te zitten. Dat zit met een keuken en die hebben dus die sausen van de oliehoren. We gaan het gewoon door het, ja, het lijkt wel een voordeur. Daar gaan die pallets allemaal doorheen. Dan zet ik ze eroverheen en dan pak zij ze daarna weer weg met de handpompwagen. En dan rijden ze in de binnenkant gewoon verder. Dus ik heb mijn aanhangwagen even aan de straat gezet. Ik moet dat met de motorwagen lossen, omdat het klepadres is. Dus daar gaan we. Ik heb de papieren weer terug, alles staat binnen. Dankjewel, bedankt voor de koffie ook. Geen probleem. Ik zal hem meenemen voor jou. Nou, de straat staat helemaal vol. Voor ons staat er eentje die heb net gelost.
Die meneer achter ons die kwam er al aan, die zet hem bijna tegen de klep aan. Maar goed, we kunnen nu weer twee rolcontainers lossen en eentje weer laden retour. Wij zijn aangekomen in Venray. Daar zijn we bij meneer Hop. Die hebben heel veel verschillende soorten bieren binnen staan. We gaan eerst die pijl lossen en misschien gaan we nog even binnen kijken. Nou, deze pellen die staat er. Ik ga die auto even klaarmaken, helemaal dichtgooien. En dan binnen een rondje doen. Klaar met lossen. Ondertussen zijn we binnen. We beginnen meteen echt met een rammer. Dit biertje is het op één na zwaarste biertje qua alcohol. Zit 67,5% in en dit glaasje krijgt er ook bij. Dit glaasje is zo klein. Er staat ook een waarschuwingsetiket op, gewoon 35 milliliter tegelijk. Dus als je deze in één keer wegtikt, dan ga je sowieso gewoon nokkie. Dat zou ik niet doen. Er staan hier gemiddeld rond de 1400-1500 flesjes bier, maar als het wat rustiger is 1200. En als het heel druk is, zoals zomers, mooi weer, dan staan hier wel 1900 soorten. Dan staat het helemaal bommetje vol met allerlei soorten bieren, zwaar, licht. Ja. Nou, ze hebben hier ook allemaal gekke biertjes. Allerlei verschillende soorten. Ze hebben vurige non. Er komt die pornobon. En als je er gewoon helemaal geen zin meer in hebt, dan zeg je gewoon: dikke lul die weer. Skitterend. Nou, die gaan we even terugzetten. Bon even ingevuld, tijden erop gezet. Leuk rondje binnen gedaan. En nu hebben we er nog eentje in worst. Dan gaan we die lossen, aan de wagen halen en terugknallen. Ja, nou, dat ging toch goed. En in de remmen. Nou, we hebben geparkeerd. We staan bij de laatste slijterij van vandaag. We gaan ons even melden. Dan gaan we door de voordeur. Hoi. Nou, lekker. We zijn de dag begonnen met regen en we stoppen ook met regen. Oh, kijk. Schitterend. Ja, hij haalt het er toch uit, maar ik moest even lachen. Wat? Er komt net geen auto en Lars loopt achteruit met de camera en ineens bal staat er een auto. Dat is hem. Laatste adres. We zitten al lekker in de uurtjes. We gaan hem nu even de ademwagen halen natuurlijk. En dan rijden we terug naar de tender. Oh, daar zitten we toch alweer. Kijk eens even. Vast in de vuur is. Bang, 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 bang. Mooi. Nou, we gaan de ademwagen halen zonder dolle. En dan gaan we terug naar de tender. Super!
Ik heb een schitterend mooi rondje in Brabant en Limburg gehad. Mooie toeren. We zijn nu onderweg naar de tender. Maar zou je voor mij een blauw duimpje mogen willen doen als je het leuk vond? En laat even weten wat je van de schoenen vindt. Vragen mag ook altijd. Zullen we beantwoorden. En dan zie ik je de volgende keer weer. Houdoe!